Het avondcircus. Slam. Wat zeg je? Hoe moet dat ding omhoog? Die stoel. Ja, rechtsonder zit een handvat. En dan kan hij... Je mag wel hoger gaan zitten, Udo. Hoger. Ja, ik durf het niet meer. Ik durf niet aan die hendel te trekken. Maar Udo, ik had helemaal een mooie intro voor jullie voorbereid. Oh, sorry. Ja, kunnen we? Ja? En wachten. Okay. Ja. Je gelooft het niet, maar het is de man die Yeah, Let's Go in het leven heeft geroepen. Hij heeft ook nog eens een waanzinnige internetsensatie bij zich. Ik heb het over Udo de beatboxer en rapper Sjors. Geef ze een groot studioapplaus. Ze zijn hier live bij Slam! Het avondcircus. Mannen, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond, yo. Yo. Hoe is ie, jongen? Want het is een tijdje stil geweest. Maar je hebt nu weer een knetter van de knets te pakken, volgens mij. Ja, dat klopt. Dat zeggen ze dus. Ja, je moet toch wat in de coronatijd doen in plaats van alleen maar hobby's misschien. Dus ja, ben ik toch weer met DJ Gallega en Udo de beatboxer een liedje gaan opnemen dus. En het was toch wel iets wat tot nu toe al veel gevraagd wordt van de studio's. Maar wat wordt veel gevraagd dan? Of je met Udo iets wil maken of überhaupt of je een nieuw liedje wil maken? Nee, er werd nogal gevraagd dat... dat ik een nieuw liedje kon maken. En Udo is gekozen door ons. Dus die kon beatboxen wat wij niet kunnen. Dus. Maar, ja, ik moet even zeggen, dat doe je wel onnavolgbaar, Udo. Want de klapper is er wel eentje uit, een beatboxie. Ja, ik doe het niet. En natuurlijk bekend van deze viral. Hè, dat hier... Huts aan niveau doen we nou... Huts aan niveau doen we normaal... Nee. Lukt het nu al wel, Udo? Ja, nou is het een stuk beter geworden. Nou, doe eens dan. Huts aan niveau de normale niveau. Krullen op mijn hoofd en ik spijs aan niveau. Ja, dat is beter dan. Jongens, drop hem. Lekker. Hij heet Het is net echt, hè. En jullie krijgen ook support van niet de minste, hè. Moet je even luisteren. Ik heb deze pokoe geluisterd. En ik vind sowieso de hoek echt keihard. Ik bedoel, ja, die blijft ook wel hangen. Het is een goede track. Ik vind het een goede track, omdat het klinkt gewoon lekker in je oor. En, Hoppakee, die kan je zak steken. Ik kan er wel een beetje op viben. Zou gaan wel op Femke Louise die dat gewoon over jullie zegt, hè, mannen? Oké, tof. Had je nog niet gehoord, Sjors? Jij had me iets doorgestuurd van de radio. Dat... Was dat dat? Dus? Ja, dat was dat, ja. Oké, tof, man. Ja, er is tegenwoordig ook zoveel fake, maar super. Ja, okay. Lekker. Zullen we hem tegenwoordig gewoon... plakken ze gewoon ergens een hoofd op, Udo. Ja, maar Sjors, kan je niet geloven dat Femke Louise iets liefs over jou zou zeggen? Jawel, nu wel. Nu geloof ik het dus. Een klein vraagje. Is mijn koptelefoon... ik heb het geluid zachtjes staan. Oké, moet je opletten. Bij je rechterknie, daar zit onder de tafel een kastje met een rond knopje. Ja, en door is het zo, als je hem naar rechts draait, dan gaat hij harder. Oh, nou hoor ik het. Ja, want ik hoorde net het muziek niet zo goed. Oh, hij was niet te horen hoor. Was gewoon lekker. Je vlam was lekker. Ja. Goed zo. Ik wil toch even, Sjors, ook in de track benoem je het weer. Je bent tegenwoordig op OnlyFans, hè? Ja, nu op het moment niet meer, maar ik heb dat even aangemaakt voor de media, zeg Jezus maar. Jezus Christus, echt waar, gast. Nee, in de zwembroek, hè, in de zwembroek. Ah, oké. Okay. Nee, maar daar gaat het niet om. De Telegraaf en Pound en... Noem maar op. Hoe ze ook allemaal heten, maar uiteraard de Telegraaf is gekomen, Daniel. En die zijn een interview gaan doen en zo is het balletje ook gaan rollen. Okay. Rapper Sjors, wat is nou het meest bizarre wat je daar hebt laten zien? En voor wat voor bedrag ging dat over de toonbank? Ja, eigenlijk alleen maar een foto gewoon in de zwembroek. Meer niet. Nu heb ik het verwijderd. Dus het is gewoon weg, klaar. Oh, okay, dus het was gewoon even eenmalig, gewoon boeien. Nou, een ander dingetje. De videoboodschappen. Ik zie je. Je kan bij jou nog steeds kan je inhuren voor videoboodschappen. Ik neem aan dat Udo zal dat ook wel doen, of niet? Nee. Alleen Sjors. Ja. Die is er echt op tegen, die man. Ja? Wie? Nee, die wil geen euro bij verdienen. Nee, mag niks bij verdienen. Ben je vies van geld? Ja, smerig. Oh ja? Nee. Maar heb je dan niet zoiets, Sjors, dat Udo je eigenlijk aan het tegenhouden is? Nee, maar de ene die wil meer verdienen, de ander die maakt het niks uit. Ja, maar videoboodschappen zijn in principe gewoon van deze tijd. Ja. En toen corona nog niet in was, had ik eigenlijk al iemand die voor mij videoboodschappenstellen.nl aan het hosten was. Hij zei,
dat is toch wel professioneel. En vandaar dat het nu eigenlijk wel heel erg goed uitkomt. Dat geef ik toe. Want we communiceren alleen maar nog met videoboodschappen. En nu hij was dus als eerste begonnen. Maar dat is leuk. Ja, en ik vind het ook tof. En ik heb veel mensen gezien ook die videoboodschap van je hebben gekregen. Die dat heel leuk vonden. Maar volgens mij was er ook wel een klein... ik heb het niet helemaal gevolgd. Maar een klein stukje ophef over mensen die hem niet hadden gekregen, Sjors. Tim, of niet? Ja, met Tim. Ja, ik had het gezien. Dat was toen nog in de tijd dat ik eigenlijk geen fatsoenlijke website had. Geen website. Dus ik moest die mail zelf doen. Dan verzandt dat. Dat is echt gebeurd. Ja, gaat fout. Ja, er zijn er precies mensen die het niet hadden gekregen. En, heb je dat goed gemaakt? Uiteindelijk heb ik wel terugbetaald. Maar toen was het kwaad al geschied. Maar nu is alles oké. Nu is het weer oké. En dan gaan ze vlug naar zo iemand toe. Hè. Als het eenmaal zo is met iemand die een zondebok is, dan wordt het vlug. Hè. Ja, dat is Bilal. Ja. Jongens, we gaan zo inderdaad de afrondende fase in. Maar ik wil iedereen vooral nog erop attenderen. Het is net echt, hè. Is nu overal uit. Kan je streamen, dat moet je ook vooral doen. Wat is jullie mening over de kwestie Bilal Wahib? Ja. Ik vond het niet goed wat hij gedaan heeft. Daar is iedereen het wel over eens. Ja, en dan 17.000. 17. Nee, ik vond het... en dan een jongen van 12 jaar. Maar vinden jullie het terecht dat hij gecanceld is? Dus dat hij nu dat zijn muziek en zo niet meer gedraaid wordt op de radio? Wat was begonnen als een grap is nu totaal uit de hand gelopen. Ja, okay. Het is heel erg voor die jongen. Ja. Voor dat kind. En dit zijn de consequenties met zoiets. Je moet ook voorzichtig zijn op social media, hè? Klopt. Want je kunt omhoog, maar ook omlaag. Ja. Dus ja. Nou, mannen, laten we hopen dat het voor jullie de komende tijd lekker omhoog gaat allemaal. Eigenlijk wel. Ja. En we willen toch nog even jullie allebei even één lastige vraag stellen. Weet je wat, we draaien even lekker liedje. Gaat Julia zo meteen voor jullie aan het spannende rad draaien. Oh, En nog steeds bij ons in de studio, rapper Sjors en Udo de beatboxer. Lekker. Jongens, en we hebben hier in de studio, ik weet niet of je het hebt gezien, Sjors, achter je staat een enorm groot rad. En het grappige is, die is aan één punt vastgemaakt, dat is in het midden, zodat je als je eraan zwiept, dat je hem rond kan draaien. Draaien met die handel! Heb je wel eens wat gestolen, Sjors? Ja, uit de winkel of... Bijvoorbeeld. Nee, eigenlijk op dat gebied... Nog nooit. Ik werk hard, zeg maar, op dat gebied. Maar ook nog nooit een snoepje bij de Jamin of zo? Jawel. Dat nog nooit. Tik. Udo, wat is voor jou de grootste afknapper in bed? Oh. Heb je nog een beetje seks, Udo? Een kussen. Ja, die kussens, die heb ik altijd... ik heb daar altijd een ruzie mee met de kussens. Echt waar? Ja. Seks? Niet vaak? Liever niet. Dat weet ik al. Ik heb jou een keer geïnterviewd. Toen zei je, daar ben ik helemaal niet zo van, hè? Juist. Ik heb het onthouden, inderdaad. Gewoon monogaam naar jezelf. Maar ik heb meer problemen met kussens. Mannen, leuk dat jullie even langs wilden komen. Graag gedaan. En zoals ik inderdaad al van plan was, geef ze nog een keer een heel groot studio-applaus. Rapper Sjors en Udo de beatboxer!